Wij staan op dit moment op het depot OCC. Er worden op dit depot worden er containers in storage genomen. Dus die worden in opslag genomen zonder dat daar een lading in zit. Ze worden schoongemaakt, ze worden bijgehouden, ze kunnen omgebouwd worden. En als het nodig zou moeten zijn, dan worden ze gerepareerd. Dus we hebben eigenlijk alles in huis op één plek. Wij leveren heel veel soorten containers eigenlijk. We hebben 20 voet containers, we hebben 40 voet standaard containers, 40 voet high cube containers, maar ook koelcontainers, river containers. Wij zorgen ervoor dat we snel kunnen leveren. En dat is ook zo. We zijn hier van 7 tot 8 uur zijn we open. Van maandag tot en met vrijdag. Dus als iemand bijvoorbeeld zelfs belt 's avonds om 7 uur en dat hij morgenochtend om 7 uur een container moet uithalen, dan krijgt hij een referentie van ons en dan kan hij gewoon uithalen. Wij maken voordat de containers van onze depots afgaan, zeker van alle koelcontainers, maken wij foto's. Dat doe ik eigenlijk altijd zelf. Je wil dat het goed gedaan wordt. Je wil dat de klant weet wat hij koopt. Dus je zorgt dat er goede foto's van gemaakt zijn. En je zorgt gewoon dat voordat de container hier de deur uit gaat, dat je zelf ook weet voor jezelf, nou, deze container is gewoon goed. Ik heb geen problemen in de verkoop. Onze klanten in Rotterdam zijn heel veel forwarders, liners, die onze containers gebruiken voor hun vracht. Ze kunnen de containers hier uithalen en die gebruiken ze voor hun lading naar verschillende bestemmingen. De meeste handel, zeg maar, die geladen wordt in de containers, komt van Duitse klanten af. Er gaat heel veel via Hamburg. Maar er gaat tegenwoordig ook, zeker voor het zuidelijke gedeelte van Duitsland, gaat er heel veel via de haven van Antwerpen en van Rotterdam. Voor een Duitser is het vaak heel erg makkelijk om hier een container uit te laten halen, te trucken of op een binnenvaartschip naar Duitsland te brengen en dan daar te laden en dan weer terug in te leveren in Rotterdam of in Antwerpen. De weg is dan korter, is weer goedkoper, dus economisch gezien is het alleen maar een voordeel.